Stichting The Positive Movement heeft vandaag ook in district Wanica het moestuinenproject gelanceerd. De activiteit vond plaats te Kwarasang. De stichting wil hiermee de gemeenschap motiveren om zelf te planten. Behalve een gezondere samenleving kan dit project ook zorgen voor financiële vooruitgang van de bevolking. Clyde Fort, voorzitter van The Positive Movement, stelt dat het project nu in een goed tempo wordt uitgevoerd. Het streven is om voor eind van dit jaar alle 10 districten aan te doen. Fort benadrukt dat Surinamers hun ontwikkeling in eigen handen moeten nemen. The Positive Movement is er om een positieve beweging, positieve vibe in die samenleving teweeg te brengen. Waarbij dus de Surinamer bewust is dat de ontwikkeling die in hun eigen handen zit, niet aan een toevallige regering moet worden overgelaten of een politieke partij, maar het ligt in jouw eigen handen. Jij moet opstaan, jij moet planten om gezond te eten. De stichting krijgt voor dit project de nodige ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de districtscommissarissen. Sarwan Kumar Ramai, burgervader van Wanica Noordwest, zegt dat de lancering van dit initiatief in Wanica een grote eer is voor het district. Voor Wanica is het een eer, omdat het zowel in Kwarasang als in Blomburg gaat gebeuren, zo'n kick-off. Maar Wanica is een landbouwdistrict, dus Wanica, in feite moet hier landbouw echt tot bloei komen. En met dat proces zijn we bezig. We zijn bezig om de mensen te scholen. Samen met LVV zijn we constant bezig om trainingen te organiseren. Laatstelijk hebben we ook de training plantenvermeerdering gehad. Dus we zijn op een heleboel gebieden bezig ten aanzien van landbouw. Districtscommissaris Sarwan Kumar Ramai van Wanica Noordwest tijdens de launch van het moestuinenproject in zijn district. De activiteit vond plaats te Kwarasang.